première zelfs. Een soort feestje, het is wel leuk hoor. Heel goed. Ja, weet je, we hebben nu echt al een aantal shows gehad. Maar elke keer is het weer zo verrassend hoe het publiek reageert. En het is echt een feestje om te doen. Dus ja, het was heerlijk weer. Ja, het was hartstikke leuk. Het is echt, we hebben 2 maanden na zo'n waanzinnige ITA 2 maanden niet gespeeld. En nu gaan we naar provincies en is het elke keer wel anders. Maar het is echt super. Het is echt, dit is weer zo anders dan gisteren. Dus het houdt zo'n leuke vibe. En volgens mij waren ze heel enthousiast. Wij dachten inderdaad van, oh, gaat dat zijn, hè? In Veghel of in Dront of weet ik veel waar je allemaal komt. Maar je merkt dat deze show best wel veel Rocky Horror Show fans trekt. Dus ze komen echt in alle hoeken en steden, overal komen ze naar deze show toe. En vinden ze het een feestje en kennen ze het heel goed. Dus eigenlijk merken we, kijk, Pride Week was echt hysterisch. Maar het is wel een voorstelling die elke keer weer verrast wordt. We worden echt verrast door het publiek elke keer. Heerlijk. Het is heerlijk. En de zaal ging helemaal los. En we dachten, ja, in Amsterdam ging het sowieso helemaal los. Maar dan denk je, nou, dat is Amsterdam. Hoe zou het verder gaan? Maar helemaal te gek. Ja, heerlijk. Nou, volgens mij was het publiek ontzettend mee. En het was te gek. En nee, het is zo fijn als je meteen aan het begin voelt dat de mensen mee gaan doen en er zin in hebben. Ja, dat is 1 groot feest. Dus ook vanavond was het gewoon weer een feestje. Het dak ging eraf. Heel veel publiek. En heel enthousiast publiek weer. Dus dat is heel fijn om mee te maken, ja. Ja. Nou, ik heb de afgelopen maanden heb ik natuurlijk alles lekker doorgelomen. Want ja, we moeten natuurlijk wel scherp blijven. Je moet natuurlijk alles weer kunnen als je hier staat. En nou ja, wat we net ook al zeiden, het is het Amsterdamse publiek. Zijn we heel erg mee verwend. Dat zei jij zo mooi. En dat merk je gewoon dat het meer is daar. Maar ook verbaas je hoeveel hier losgaat bijvoorbeeld. Want, en dat is gewoon elke dag een verrassing. En ook elke dag een cadeautje. Nou ja, het is anders dan de Pride, ja. En daar waren we ook een beetje, nou ja, niet bang voor wil ik niet zeggen, maar we waren in Dronten bijvoorbeeld. Ging helemaal los. Dus nee, ja, we mogen in onze handjes knijpen. Iedereen doet lekker mee, dus het is enig. Jullie waren ook in Amsterdam, denk ik, maar dat was zo'n groot feest dat je alleen maar durft te denken van, oh, dat gaat wel iets minder worden of wordt het wel. Maar eigenlijk is elke provincie weer anders en dat is heel leuk. Maar we hebben tot nu toe, ja, zit er gewoon fantastisch publiek. Iedereen doet gewoon mee. Bij de Time Warp, iedereen staat op en iedereen danst mee. Dat is zo leuk en je krijgt er zoveel energie van. Ja, Amsterdam, daar gaat het wat sneller los. Zijn we heel erg verwend geweest. Daar hadden we een super goede première gehad. Maar ik vind het nu heerlijk dat wij dus niet weten wat voor zaal we kunnen verwachten. En in welk dorp het dus, hè, waar ze iets gewaagder zijn. Dus bijvoorbeeld in Veghel, daar hebben we ze gisteren even van de stoel gerukt. Maar dat heeft het ook wel nodig hoor, Nederland. Ja, nou in het begin, de eerste keer dacht ik alleen, oh mijn god, ik was zo bewust hè, dat je daar zo staat en niks aan hebt. Maar eigenlijk het went. Het is gewoon een kostuum. Ja, kijk, je let er wel op dat je gewoon niet elke nacht naar de McDonald's gaat. Maar je let er, ja. Maar verder, het went wel, het went, ja. Kwetsbaar is het goede woord. Maar op een gegeven moment laat je het allemaal los. Want ik heb ook mensen die half naakt in de zaal zaten zien zitten. Dus we zijn allemaal een beetje gelijk. Dat is ook wel lekker. Ja, ik heb ineens heel veel kleren. Het is heel anders dan een paar uur geleden. Of een paar minuten geleden, ja.